We gaan lezen vers 11 en 12. Vers 11 en 12 van Genesis 24. En als hij gevonden heeft, en hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad. Bij een waterput. Onthoud het woord, bij een waterput. Tegen de avond, de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zeide hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron en de dochters van de mannen der stad, even zien, ja, gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje dat graag wil trouwen, tot wie ik zeg, neig tot uw kruik, opdat ik drinken. En dat zegt, drink. En ook uw kamelen zal ik drinken, dat gij haar hebt bestemd voor uw dienstknecht Isaac. Want Isaac wilde trouwen, net zoals enkele mannen in de gemeente. Het enige verschil met deze mannen in de gemeente, ze heten geen Isaac. En zijn vader zag dat hij wilde trouwen. En je weet hoe vaders zijn als vaders zien dat hun zoon wil trouwen. Dan denken vaders, we gaan de jongen helpen om een goede vrouw te vinden. Dat was vroeger zo, nu niet meer. Nu zeggen de jongens aan die vader, pa, bemoei er niet mee. Ik ben een grote man. En als die zoon van die vader een Surinamer is, dan zegt hij, mi bigi, mi soto, mi pepre. Ik ben groot, ik heb zout, ik heb peper. Maar in die tijd heeft Abraham aan zijn knecht gevraagd, ga naar mijn land en zoek een zoon, een vrouw voor mijn zoon. En die knecht van Abraham, en dat vind ik belangrijk, zonder verder uit te wijden, is het beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest die een bruid moest gaan zoeken voor Isaac. En Isaac is in die typologie die ik nu met u doorneem, is het beeld van Christus. En de bruid het beeld van de gemeente. Het is de Heilige Geest die een bruid voor Christus zoekt en vindt en voorbereidt. En gaven geef. En de vrucht geef. Enzovoort geef. Om voorbereid te worden. Om de bruid te zijn van de hemelse bruidegom. Dus toen Eliezer op zoek ging naar een land. Niet naar zijn eigen land. Waar hij was. Maar naar het land van waar hij kwam. En moest hij gaan zoeken. Maar de Heer gezegd aan Eliezer, ga voor mij mijn zoon een vrouw zoeken. Kijk, toen was het niet zo makkelijk. Maar nu is het makkelijk als een man een vrouw wil hebben. Er zijn veel trouwlustige vrouwen. Maar het één probleem die mannen nu hebben, die vrouwen zijn kieskeurig. Amen, vrouwen. Amen. Oh, zeg geen amen. Nou, laat maar. Ga niet naar het land der Canaanieten, waar ik woon.
Maar gij zult naar mijn land gaan, naar mijn maagschap gaan, om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. En hij ging heen. Dank u, Jezus. Dan ga ik meteen naar mijn tekst springen. En ik kwam bij een bron. Waar er water was. Bron. Bron is het beeld van de tegenwoordigheid van God. Is ook beeld van een dicht bij de Heere zijn. Ja. Is ook beeld van de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest. Dank u, Jezus. Ga naar die bron. Daar was hij. Hij kwam daar aan. Hij zegt, Heer, ik sta hier bij een waterbron. Want daar moet ik zijn. Bij een bron is leven. De beste mannen in Gods koninkrijk vindt een vrouw bij de bron. Een man die Jezus oprecht dient. Ik bedoel geen kerkganger. Want soms zijn kerkmannen erger dan de mannen van de wereld. Ik hoor het kraken in de kerk. Ja. Het gaat er om een man die dicht bij de bron is. Niet een man die in de kerk gaat. Ja. Want anders ga je uiterlijk kijken. Wat je ogen ziet. Maar als je bij de bron een man gaat zoeken, vinden, dan kijk je naar het hart. En je weet dat het innerlijke heeft veel meer waarde dan het uiterlijke. Het innerlijke spreekt van karakter. Niet een man die elke week in de kerk zingt en de Heer prijst enzovoort en de kerk komt bezoeken en de kerk schoonmaakt, hoe dergelijke is het. Nee, van binnen. Hoe ben je van binnen? Hoe is het je karakter? Ben je toegewijd aan de Heiland? Dus zegt hij, Heere, ik ben hier bij de waterbron. En die meisjes, die mooie meisjes, omdat je niet weet, wordt heel vaak verkondigd dat Joodse meisjes zijn heel mooie meisjes. Zijn allemaal net zo mooi als die meisjes van de Maranatha-kerk. Niemand zegt amen, ze lachen alleen. Ik sta hier bij de waterbron. En de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Dus dit is mijn kans. Ik ben bij de waterbron. Dat is wat de Heilige Geest deze man Eliezer duidelijk maakte. En daarom noemden wij hem het beeld van de Heilige Geest. En dan gaat hij praten. Gaat hij praten tot de Vader. Gaat praten tot God. Laat het nu zo zijn. Dus deze man was een bidder. Laat me even uitwijken. Ik word regelmatig gevraagd, wat moeten wij doen om jonge mensen te bereiken? En ik bedoel niet de jonge mensen van de kerk, van de gemeente. Want onze jongelingen, die houden van de Heere. Zijn trouw in de gemeente. Als een jong persoon in de kerk komt, dan hou je van de Heere. Ben je trouw in de kerk. Anders gaan jonge mensen niet naar de kerk. Jonge mensen gaan zichzelf niet voor de kerk houden. Dan de kerk te gaan en ze meenden er niks van. Maar als ze aan de samenkomst gaan, ze houden van de Heere. Dan als een jong persoon van de gemeente tegenkomt, moet je zeggen, halleluja, daar gaat een engel van de Heere. Amen. Maar die jongelingen konden andere dingen doen. Maar ze gaan naar de samenkomst. Ze gaan naar de tienerclub. Ze gaan naar de jongeren samenkomst. Gaan naar de gemeente. Gaan naar de woensdagavondbidstond. Gaan naar de nachtbidstond. Dan weet je, zijn jonge mannen, die jonge mensen die van de Heere houden. Dus bij de bron was hij.
En hij begon te bidden. En wil je jonge mensen bereiken in deze tijd? Ik ben elke dag mee bezig. Want ik lees de berichten in de krant. Wat er met onze jongelingen gebeurt. Hoe jonge mensen van 12 tot 15 jaar de voornaamste drugdealers zijn geworden. In Amsterdam. Jongelingen, jonge kinderen. Iemand schreef in een krant, maar die had de kerkjongens, jongeren buitengelaten. En bepaalde aan die zei, alle jonge mensen in Amsterdam, die die gebruiken zulke dingen. Maar het is niet waar. Want jullie jongelingen in de kerk doen dat niet. Amen. Amen. Geef een applaus aan de jongelingen van de kerk. Dank u, Jezus. Amen. En ook al zijn jullie in Amsterdam, ook al gaan jullie naar de school, jullie verstaan de verleidingen. In de naam van Jezus. Amen. Wat moeten we doen? Daarmee, met al die vele festivals in Amsterdam, 300 festivals per jaar in Amsterdam. 300 per jaar. En daar worden heel veel van die dingen gebruikt. Die tabletten worden geslikt. Enzovoort. Om meer te kunnen dansen. Om hoger te kunnen springen. Om meer te kunnen bewegen. Gebruiken ze die tabletten. Oké? Okay? Aha. 300 per jaar. En de politie maakt zich ernstig zorgen. Dat de politie, maar vooral de politici, maakt zich ernstig zorgen daarover wat er gebeurt. En de burgemeester heeft dat tot een pilaar van haar beleid gemaakt. Om de jongelingen van de stad te helpen. Maar hoe doe je dat? Als kerkmens, kerkleider, als gelovige om jongelingen te bereiken. Dat weet je niet. Dat denk je soms. Moeten we meer christenfestivals organiseren? Moeten we meer van die dingen organiseren? Ik heb veel van mijn collega's in Amerika die denken het gevonden te hebben. En wat doen ze? Ze hebben elke week een discoavond voor de jonge mensen. Een echte discoavond. Wanneer zeggen ze? Ze komen in de kerk met een discotheek en met enzovoort. Dat doen ze. Er zijn niet weinig voorgangers in Amerika die dat doen. We zijn ook wanhopig. Hoe moeten we de jonge mensen bereiken? Maar ik weet dat een discotheken, toestand, disco, hoe die avonden? Disco, helpen jullie? Jullie doen dingen ook. Ik weet dat zulke dingen niet helpen. Niet mensen tot de Heere brengen, dat weet ik. Het is een zoethoudertje om de jonge mensen van de straat te houden. Oké. Aha. Wat wel werkt, denk ik, wat we hier hebben in dit deel, is bidden. Het zijn twee dingen. Tweede haal ik straks aan. Het zijn bidden. Zoals deze Eliezer bad. Hij bad tot de Heere. Hij riep de Heere aan. Ik sta hier bij de waterbron. Enzovoort. Laat het nu zo zijn, bad hij, dat het meisje tot wie ik zeg, neig uw kruik opdat ik drinken. En dat zegt, drink ook en uw kamelen ook. Dat die is de juiste. Hij bad. Hij gaf aan de vader richtlijnen. Welk meisje hij moet hebben voor de zoon van zijn baas. De zoon van Abraham. Heer, ik bid u dat het zo moet zijn, heren. Hij zei, laat mij leiden door de Heere. Ik wacht op de Heer, ik wacht op de Heere. Zoals veel mensen die een man willen hebben op de Heere wachten. En ze wachten en ze wachten. En ze worden 80 jaar en wachten nog steeds. Hij heeft ons geleerd in Genesis 3 dat wij actief moeten zijn.
Ja. Ik heb je macht gegeven. Ik heb je autoriteit gegeven. Ik heb je ruimte gegeven. Nu moet je handelen. Je moet handelen. Net zoals in je gebed. Net zoals in actie. En je wacht thuis. Ik doe niks. Zoals sommige mensen een baan willen hebben. Gaan thuis zitten achter de PlayStation. Of achter Netflix. Dat denk ik Netflix, hè? Je hebt elke dag bij je mee. Netflix, hè? Ja, oké. Okay. Ga je zitten. En dan wacht je op een baan. Nee, je gaat solliciteren. Je gaat studeren. Je gaat solliciteren om een baan te krijgen. Oké. Okay. Zo deze man, hij geeft aan de Heer een verzoek, een opdracht. Hij zegt, Heer, ik sta hier. Laat het nu zo zijn dat het meisje, dat wie ik zeg, neemt u ooit tot mij, de kruik, en dat ik drinken en zeg, drink, en ook een mede zal ik drinken. Dat het meisje bestemd is voor uw knecht Isaac. Hij was overtuigd van. Was overtuigd. Dat was zijn gebed. Ja. En zijn gebed is heel belangrijk. Bij al deze dingen is bidden belangrijk. En we staan niet bij stil hoe belangrijk het is als wij bidden. En zie je Eliezer, het beeld van de Heilige Geest, hij bad. Later spreekt de apostel Paulus in Romeinen 8. Hij zegt dat de Heilige Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heilige Geest pleit voor ons. Bid voor ons. Soms denken wij, alleen die zuster, alleen die broeder, bid voor mij. Maar je moet ook gaan geloven dat de Heilige Geest voor je bidt. Want als je alleen maar gelooft dat die broeder voor je bidt, of die zuster voor je bidt, het zij zo. Het zij zo. Dan gaat dat van de Heilige Geest voor je bidden, niet voor je werken. Maar als je weet en overtuigd bent en beleid met het hart geloof je, met de mond beleid je, dat de Heilige Geest voor je bidt en voor je pleit. Het zij zo. Want je beleidt dat. Je gelooft dat. Je gelooft dat. Je beleidt dat. De Heilige Geest bidt voor mij. En zo hij gelooft dat. En hij bad. Dank u, Jezus. Dus de eerste voor die bruid is, ze is bij de put. Ja. Dat meisje was bij de put. Ieder kind van God die bij de put zit, zit goed. Die heeft een relatie met de Heer. Dat is geweldig. Hij gaf aan waar het meisje zich moest bevinden. Hoeveel gaan op andere plekken een partner zoeken? Maar dit meisje werd gevonden bij de bron. Dank u, Jezus. Dat is de genade van de Heer. En die bron spreekt van leven, van leven. Stromen van levend water gaan door ons binnenste vloeien. En ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water des levens dat ik hem geven zal, zal geen dorst hebben in eeuwigheid. Twee dingen voor de gemeente, voor de bruid. Die moet een gebedsleven hebben. Moet bidden. Maar bij de put, daar bid je. Ten tweede, bij de put heb je de Heilige Geest. Bron van levend water. Je bent gedoopt in de Heilige Geest. Dank u, Jezus. Als je bent gedoopt in de Heilige Geest, dan denken sommigen, ja, ik spreek in tongen hoor, ik spreek in tongen. Dat is de doop in de Geest. Nee! Eerstens, je hebt de gezindheid van Christus. Je bent één met Christus. Mensen maken zich makkelijker van af. Ik spreek in tongen, ik heb de Heilige Geest. Dat dacht Simpson ook. Ik ga de Filistijnen verslaan. Maar belangrijk is voor een kind van God dat hij de gezindheid van Christus heeft. Ons leven
moet het niveau, de level van Christus hebben. Als wij de Heilige Geest hebben ontvangen. We worden geleid door de Heilige Geest. Dat zijn kenmerken van de doop in de Heilige Geest. Geleid door de Heilige Geest. De gezindheid van Christus. Eén zijn met Hem. Als je bij de bron bent. Als je de genade van de Heer over je leven ontvangen hebt. Dat is bijzonder. Maar het andere punt, ook voor de jonge mensen bestemd die we willen bereiken. Is dat hij zegt, Heer, ik bid. Dat hij anderen zal geven om te drinken. Ja. Zal ook anderen laten drinken. Drink en ook kan mede. Dat meisje moet zeggen, zegt Eliezer. Niet zeggen ze zelf, maar de Heilige Geest zegt. Drink en ook uw kamelen zal ik drinken. Drink, Eliezer, maar ook uw kamelen zal ik de drinken geven. Dat is geweldig. Dat gij genade bewezen hebt aan mijn Heer. Dat is een van de kardinale punten. Als de Heilige Geest over ons komt, dan laten wij anderen ook drinken. Ja. En daarmee is het tweede punt om jongelingen te bereiken. De eerste is bidden. Want de eigen kracht kunnen wij dat niet. Trouwens, iedereen weet het. Als we eigen kracht zouden kunnen, zouden we allemaal onze kinderen veranderen. Maar niemand kan zijn kinderen veranderen. Het lukt niet. Je mag doen wat je wil. Je mag op je hoofd gaan lopen voor je kind. Je mag elke dag een dansen voor je kind. Je mag elke dag een kind geld geven. Je mag elke dag naar McDonald's brengen. Ik weet niet meer. Je mag dingen doen voor je kind. Wij kan je kind niet veranderen. Dat kan geen mens. Oké? Daarom moeten we doen zoals Gods woord zegt. Om jonge mensen te bereiken in de stad. De jongelingen van de gemeente hebben wij al bereikt. Dank u, Jezus. Maar zij moeten nu anderen laten drinken. Dat wil zeggen, zij moeten niet egoïstisch zijn. Maar getuigen van het leven dat zij ontvangen hebben van de Heer. Ze moeten anderen laten delen daarin. Waarom zijn er zoveel problemen onder kinderen Gods in de gemeente? Ten eerste, ze bidden niet genoeg. En ten tweede, ze getuigen niet van hun geloof. Want iemand die getuigt van zijn geloof, gaat zijn best doen om ook te leven naar dat geloof. Als je niet getuigt, ben je met jezelf bezig en hoef je niet te getuigen. Je bent met jezelf bezig, dus je denkt niet aan dat andere enzovoort. Maar als je getuigt, dan moet je overtuigd zijn dat anderen, ik getuig voor ze, ik moet het voorbeeld geven. Ik moet weten hoe ik leef. Ik moet een kind van God zijn. Ze moeten me niet zeggen, ben jij een kind van God en kijk hoe je bent? Ben jij een kind van God en kijk hoe boos je wordt? Als je boos bent, al die pannen van het dak vliegen weg. Dat kan niet. Twee dingen die belangrijk zijn. Dat kinderen Gods hun problemen kunnen managen, kunnen beheren. Als zij bidden tot God bij de bron en ten tweede, als hij anderen te drinken geven. Heel belangrijk. Maar als we met onze eigen dingen bezig zijn, hebben we geen tijd en geen denken zelf niet aan om anderen te vertellen van de Heer. Ik ben blij met de eerste opwekkingspredikers. Als je tot geloof kwam, dan ga je niet vragen, voorganger, wat vandaag moet ik doen in de kerk? Geen niet vragen. Maar daarvoor had je al gezegd, ga op straat. Ga in jouw buurt. Ga in jouw huis. Ga op jouw werk. Ga daar getuigen. Wees een voorbeeld. Wees een getuigenis van het evangelie van Jezus. Amen. En dingen die heel belangrijk zijn. Dus de vrouw van Isaac,
Mocht niet egoïstisch zijn. De vrouw van Isaac moest ook aan anderen denken. Een vrouw die aan zichzelf dacht. Aan haar eigen mooi maken dacht en enzovoort dacht. Zou Isaac niet waardig zijn, dacht Eliezer. Zij moet zeggen, drink. En ook u kan menen zal ik drinken. Ze was bereid om het door te geven. Zoals Karel Hoekendijk zo plastisch zei, eten, drinken, doorgeven. Dat wat hier staat. Eten, drinken, doorgeven. Was bereid om dat te doen. Want de Heilige Geest zoekt naar een bruid voor Christus. En die bruid moet bereid zijn om een getuige te zijn. Om door te geven aan anderen. Ja. Om anderen te vertellen van de heiland der wereld. Niet één die alles voor zichzelf houdt. Maar dat doen we tegenwoordig. Echt waar. We gaan naar elke Bijbelstudie. We gaan verschillende samenkomsten bezoeken. We leven elke dag leuk van de videobanden, de YouTube enzovoort. Om opgebouwd. Vette mensen. Noem maar op. Enzovoort. Maar we geven niet door. Op een duur ben je een ton. En geestelijk bekeken. Oké, geestelijk bekeken ben je een ton. Oké. Vol van zegeningen. Vol van dingen van God. Maar als je niet uitgeeft, word je nooit meer slank. Je moet doorgeven. Ik bedoel geestelijk slank, hè. Oké. Ga me niet verkeerd verstaan. Want ook gelovigen die vol slank zijn, zijn mooi. Je gelooft het niet, gelovigen. Je gelooft het niet. Ik heb niks tegen die droge duinen. Maar de gelovigen die vol slank zijn, zijn veel mooier dan de vrouwen van de kerk die minder slank zijn, die te slank zijn. Ja, dat denk ik. Wat jij denkt, moet jij weten. Ja, jouw vrouw is slank, dus jij denkt anders. Ik zoek naar een vrouw die vol slank is. Nee, ik kan geen enkele zien in de kerk. Nee. Dus geen vrouw die alles voor zichzelf houdt, maar één die doorgeeft. Dank u, Jezus. Kinderen Gods moeten pas aan zichzelf denken. Als zij in de binnenkamer zijn. Want dat houdt in je denk aan je innerlijk leven. Ik heb gelezen vandaag bij het avondmaal. Een ieder onderzoekt zichzelf. Een ieder is bezig met zichzelf. Om deel te hebben aan de tafel des Heren. Oké? Zo staat in het woord. En daarom zegt de Heilige Geest in dit stuk. Dat die vrouw moet zeer schoon zijn. Vers 16. Die vrouw moet zeer schoon zijn. Het meisje was zeer schoon van uiterlijk. Heel mooi meisje was het. En Eliezer koos een meisje voor Isaac. Dat zeer schoon van uiterlijk was. Wist u dat de Heilige Geest zoekt naar een bruid van Christus. Die rein is. Die heilig is. Die onbesmet is. Zo de Heilige Geest. Naar een bruid voor Christus. Een gemeente voor Christus. De gemeente is de bruid van Christus. Zoals ik hier in dit stuk lees, om het eenvoudig te vertellen. Oké. Anderen gaan zeggen, nee, is niet de gemeente. Dat zijn de Joden, dat zijn de bruid van Christus. Maar in mijn context. Want ook wij gaan Christus ontmoeten. Ja. Die ontmoeting gaat plaatsvinden met Christus. En dat meisje was zeer schoon van uiterlijk.
En de gemeente, daar vind ik een gewaagde tekst van de apostel. Hij zegt, de gemeente zal stralend zijn. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dat betekent dat de gemeente moet geen genoegen nemen met onreine gedachten. Met een onrein leven. Met een buitenvrouw. Met een buitenman. Er zijn tegenwoordig meer buitenmannen dan buitenvrouwen. Maar de gemeente moet rein en heilig zijn voor de Heer, de bruidsgemeente. En vanmorgen schreef ik in mijn kamer, om het even op zoek waar ik geschreven heb. Vanmorgen schreef ik in mijn kamer, niet ieder kind van God kan zich een bruid noemen van Christus. Niet ieder kerkmens kan zich een bruid van Christus noemen. Oké? We moeten schoon zijn. Dat meisje was schoon. Eliezer nam geen genoegen met een meisje dat 3 tanden miste. Zonder vlek of rimpel. Ik zeg het geestelijk, hè. Je kan mooi zijn als je 3 tanden mist vooraan. Ik noem het een garage. Maar de geest zal toezien dat de kleding van de bruid rein gewassen zijn. En schoon blijven. Dat is heel belangrijk. Niet ieder kind van God zal de opname meemaken. Ga niet denken, ik kom met de kerk. Ik doe dit, ik doe dat van de kerk. Mijn kerk heeft verplichtingen. Ik heb een mooie taak in de kerk. En noem maar. Bam. Nee, je moet schoon zijn. En schoonheid in het geloof kan niemand bij jou beoordelen dan jijzelf. Niemand, geen enkele voorganger kan beoordelen dat je schoon bent als de bruid van Christus. Dat hebben we zelf. Is intrinsiek. Is van binnen. Niemand kan dat zien. Oké? Soms zeggen mannen tegen mij, ze hebben zeker 2 keer gezegd, pastor, ik heb een hele mooie vrouw. Maar ze is een duivelin. De duivel leidt haar. Dat bedoelen ze. Men kan niet voor je zien hoe je bent. Jij kan het zelf zien. Jij kan zelf beoordelen. Laat niemand je ook komen oordelen door iemand die komt en zegt, zo zegt de Heer, jij bent mooi van binnen. Vraag aan die persoon, hoe weet je dat? Klopt niet. Jij alleen kan het zien. God kan in ons zien. En wij kunnen in ons zien. Dank u, Jezus. Amen. En dat de Heer verlangt, ik moet nu afronden, dat wij schoon zijn. Zegt de apostel, ik vermaan u dan, broeders en zusters, met het oog op de barmhartigheden, de genade van God. Ik vermaan u, broeders en zusters, dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode, welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Dat is echte kerk. Dat is echte godsdienst. Als je God welgevallig bent. En word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word hervormd. Hervormd. In jouw denken. Niet lid worden van de Pinkster gemeente of lid worden van de hervormde kerk. Maar je denken. Denken. Cabeza. Je ziel.
moet je hervormd worden. Want dan ga je weten wat de wil van God is. En wat is de wil van God? 3 dingen. Het goede, welgevallige en volkomene. Dat kind, dat meisje, zal schoon zijn. Zie je? Aha. Bidden. Bidden. En dat meisje moet getuigen. Moet getuigen. Moet een licht zijn. Moet een voorbeeld zijn. Een licht zijn. Als dat meisje, wat je vindt, een licht is, een getuige is, heb je thuis geen pannen en potten die vliegen in het huis. Heb je geen vrouw die haar bed niet opmaakt 's morgens? Weer wastafel vol met dingen is, waardoor soms mieren, kakkelakken, muisjes eruit komen. Maar die schoon van binnen. En dan straal je uit naar buiten. Je bent netjes. Netheid is een van de belangrijkste dingen in Gods koninkrijk voor een kind van God. Als je netjes bent, het gaat ook naar buiten. In je hart, in je binnenste. Zo zijn. Want zo je bent van binnen, zo ben je van buiten. Amen. Een slordige vrouw is een ramp voor iedere huishouding. Een slordige man is een ramp voor de hele stad. Je moet dat uitstralen door Gods genade en door Gods liefde. Ik vermaan u, broeders. Ik vermaan u, broeders en zusters. Want dit wil God. U denken vernieuwen. Dat je mag erkennen de wil van God, het goede, het welgevallige, het volkomene. En ik ga afronden. Geweldig. Dank u, Jezus. Wat deed Rebecca? Toen dat gesprek klaar was. En ze hoorde van Eliezer, jij bent het. Jij bent het. Je bent geslaagd. Het is mooi. Als een man een vrouw vindt en die man zegt aan die vrouw, je bent geslaagd. Jij bent het. Daarom zegt de Bijbel. Op grond hiervan, hè? Niet omgekeerd hoor. Zegt de Bijbel. De man die een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden. Amen. Elke man moet kunnen getuigen. Ik heb een vrouw gevonden. Ik heb iets goeds gevonden. Natuurlijk in deze tijd zijn vrouwen denken aan zichzelf. Natuurlijk, niet allemaal. Niet van de man, nou, dat kerk, denk ik. Ik kan het niet uitspreken, maar ik denk. Denk aan zichzelf. Zijn met zichzelf bezig, oké? Okay? Denk alleen maar aan zich opmaken. Een keer zei een jongeman vond een vrouw die wat ouder is. Die wat ouder is. Bijna 15 jaar, dacht ik, ouder. En ik vroeg hem, maar jongeman, waarom val je op zo'n oudere vrouw? Kan ik zeggen oude vrouw, hè? Oudere vrouw. Je mag dat niet zeggen, hè? Als je dat tegen mij zegt, heb je problemen met mij, oude man. Dat accepteren we niet. Je mag zeggen oudere man. Geen oude man. Zeg het nooit, hè? Want dan is het afgelopen. Dan moet je andere gemeente gaan zoeken. Bij wijze van spreken, oké. Okay. En ik vroeg hem, mama, waarom doe je dat eigenlijk? Kijk hoeveel jonge meisjes in de kerk zijn. Je bent zo'n goed uitziende knaap. Leuk uitziende jongen. Lekker slank, lekker vlot. Hij zei, pastor, ik zoek echt naar een oudere vrouw. En weet je waarom? Die jonge meisjes staan de hele dag voor de spiegel. Hij heeft me echt gezegd. En zijn alleen maar bezig met zichzelf. Maar een oudere vrouw heeft tijd voor mij. Amen.
En dat klopt als een bus. Let wel, versta me niet verkeerd. Ik zeg niet aan de jongens, geoude vrouwen zoeken. Ik zeg dat niet. Maar straks krijg ik te horen in Telegraaf, Pasen, Hofweek, zeg, al die mannen moeten oude vrouwen gaan zoeken. Als in de krant een bericht over een vrouw van 83 jaar. Ze is al 25 jaar van een man gescheiden. 83 jaar. En ze gaat op de dating sites. En ze zegt, ik heb in een paar maanden heb ik seks met 50 mannen gehad. Jonge mannen. Het stond in de krant van de week. Met 83 jaar. Is hoop voor je vrouw van 83 jaar. Heb ik seks met 50 mannen. Jonge mannen gehad. Want die jonge mannen waren gretig. Mijn voorstel, laten we seks hebben. Ze waren klaar voor. Want ik ben een oudere vrouw. Je schrik ervan? Is de tijd wanneer we leven? Ik heb het tussen haakjes verteld. Trek er geen conclusies aan. En maak er geen evangelie van. Want ik moet nu afronden. En daar staat geschreven. Zij zegt, Rebecca, toen ze gekozen was, liet alles achter. Om met Eliezer mee te kunnen gaan. Matthäus 24, vers 58 en 59. Liet alles achter. Om met Eliezer mee te gaan. Die jonge Rebecca was bereid om te willen van Isaac al haar vrienden, ouders, broers en zusters achter te laten. Dat hoeft niet. Oké? Maar soms, ja, is het nodig. Kom een hindoe meisje tot geloof. Ik ken haar heel goed. En ze zei, pastor, ik heb de Heer in mijn leven toegelaten, zegt ze. En ik wil de Heer van harte dienen. Maar ik ben mijn hele familie kwijtgeraakt. Omdat ik Jezus wil dienen. Ze heeft er niet voor gekozen. Want ze hield van haar familie. En ze wil ze graag hebben. Want als ze Jezus diende, hebben die andere hindoeïsten haar vaarwel gezegd. Oké? Maar zij accepteerde dat. Ik kreeg nieuwe broeders en zusters, zegt ze, in het geloof. Natuurlijk bemoedigen we de gelovigen, blijf je familie trouw. Want jij bent een persoon die ooit eens jouw familie kan bereiken. Ga je familie niet afwijzen. Oké? Ga ze bezoeken. Als ze jarig zijn, bezoeken. Een cadeautje meenemen enzovoort. Want God heeft jou ook geroepen om je familie te bereiken. Maar het kan gebeuren zoals dit ex-hindoe meisje. Kan gebeuren. Oké? 24 jaar. Alles kwijtgeraakt. Oké? Maar goed, Rebecca liet alles achter om met Eliezer mee te kunnen gaan. Dank u, Heere. Wat moet de liefde voor Isaac groot zijn geweest? Hoe moet onze liefde voor de Heere groot zijn? Als we alles willen opgeven om Jezus te volgen, dan moet onze liefde voor de Heere groot zijn. Laat me zeggen, ook bij de tekst van de zegeningen staat niet dat je je vrouw of man moet verlaten. Je bent elkaar verbonden. Je kan die niet verlaten. Het zijn andere dingen. Broers, zusters, ouders, vrienden. Maar geen partner, geen man. Dat staat er niet. En als je partner onbekeerd is, zegt de Bijbel, je partner is geheiligd in jou. Oké? En jij bent de enige die je partner kan winnen voor het geloof in Christus.
Dank u, Heere. Dat is een andere preek. Maar goed, ik heb het erbij gezegd. En als zo'n vrouw, zo'n gemeente, die zich totale overgave geeft aan Christus, en zoek de heiland. Zoek de heiland. Dank u, Jezus. Is Gods geest daarop zoek. En laten we de Heer in ons leven accepteren. Die twee dingen. Bij de bron bidden. Tot hem praten. Zoals een vriend tot een andere, tot zijn vader praat. Een zoon tot zijn vader praat. Kan je tot God praten. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. En dan, die vrouw moet anderen laten drinken uit de bron. Moet niet aan zichzelf denken, maar ook aan anderen denken. Amen. Geef een applaus aan de Heer.